De uitzending van de optocht in Brunssum wordt mede mogelijk gemaakt door de Carnavalsraad Brunssum, Drese Dakbedekkingsbedrijf en de gemeente Brunssum. Beste kiekers, maandag 27 februari 2017 en dat wil zeggen dat de vastelovensoptocht van Brunssum zo dadelijk hier live op het Leidenplein wordt uitgezonden. Een schitter goed vol hier en we gaan dan nog samen genieten van een schone optocht, of niet Bert? Jazeker Maurice, en wat hebben we voor een beetje in de rats gezeten vandaag, hè? Want het zou toch heel erg slecht weer zien, code geel wordt afgegeven. Natuurlijk ook heeft dat te maken met de winnaar van het LVK, code rood, code geel, code groen. Dus houden ze voor vandaag code geel, maar kijk eens, de code geel staat voor de zon Maurice. Geweldig wie het hier uitziet, heerlijk. Ja, en ik ben er vast van overtuigd Bert dat we... Dat we het druk houden, zodat we toch kunnen genieten samen van een schone optocht. En het zou natuurlijk ook speciaal voor stadsprins Addo en stadsprinses Wendy, maar zeer zeker ook door stadsjeugdprins Tijmen. Fantastisch zijn als die gewoon een druge optocht houden en ook kunnen genieten van wat vandaag allemaal te gebeuren staat hier. Jazeker, maar de beelden die zullen misschien gaat anders zien, want de hoogwerker die gaat niet omhoog vanwege de wind. Dus voor hebben we legere beelden en we maken een beetje plaats, want de eerste wagens die komen er al aan. En in de eerste wagen, dat is de van het optochtcomité natuurlijk, onder leiding van Ron Logister. In de wagen, daar zit Piet Kolen. En ik wil ook nog heel graag vermelden dat de optocht gecoördineerd wordt door Daniel Groeneveld, Sander Jansen, Frank Lardinois en René Pirovano. Maurice, ik ben daar helemaal klaar voor. Absoluut. En natuurlijk ook de kiekers hier op het Lindenplein. We wensen jullie natuurlijk heel veel spas en plezier. Ja Maurice, normaal gesproken dan kunnen we het kinderoptochtcomité als eerste, maar er is een groep die had vuur gekropen, dat zijn de pupjes. Die willen zeker heel snel binnen zien. Ah, kijk eens aan. En we zijn in 2016 geschoten en daar hangen we. Ja. En ik los hem nog helemaal. Ja. Kom maar kijken, hè. En dan trekken we ook allemaal allemaal. Dat is goed. Dames, veel spas en plezier. Ja, en achter dat aangeschoten wild, daar komt dan wel het kinderoptochtcomité. Met daarboven stadsjeugdprins Tijmen de Eerste. Samen met zijn broertje. En die zusterke als dreigesteren met Marit en Stan. En die prachtige pakken die ze gemaakt hebben, of die ze dragen, die zijn gemaakt door Ida van Dijk. Dat wil ik wel heel graag even vermelden. Ja, een geweldige groep van het kinderoptochtcomité. En de Tijmen, de stadsjeugdprins. Dat is een hele muzikale jong. Want hij zit zelf bij het hop. En die komen vlak achter het kinderoptochtcomité zo meteen aangelopen. Ja Maurice, en dat is het nu. Want normaal gesproken lopen het hop alleen. Maar dit jaar lopen ze samen met een andere muziekkapel. Ja, dat heb ik me ook vanmorgen laten vertellen Bert. En als ik goed geïnformeerd heb, is dat de Barbara. Ja, dat klopt. Dus die hebben er samen één grandioze kapel van gemaakt. Ze nemen zich wel nog te hobbeleren. En ze geven ook aan dat er nog immer muzikanten welkom zijn in hun korpsen.
Ja, dames en heren, hier op Lindenplein, geef ze een daverend applaus. De Barbara en het Hop. Ja, Maurice, dat is de eerste keer dat ik een drumstel zo zien rijden in de optocht. Helaas, linksachter is de band lek, dus er wordt nog een zwaar tocht voor de jongens om dat drumstel tot aan de Schulstraat te trekken. Dan moet Helge werk weer, Bert. En daarachter langzaamaan de kump, de volgende grote wagen. En die komt uit Merkelbeek. Die zijn al eens hier geweest vorig jaar in onze optocht. Het is een vriendengroep. En de wagen die is gemaakt door Dave en Patrick. En vorig jaar waren ze tweede in de optocht. En zien we dit jaar als thema met de vastelovend Schetevier de Vogelaar. Ja, Maurice, en dat Merkelbeek, dat speelt natuurlijk een grote rol hier in de optocht. Want de zeemplek is, ja, dat is de jury altijd, hè. Dus die gaan dadelijk weer uitmaken wie tot hier de prijzen weg gaat halen vandaag. En Merkelbeek, dat maakt zich natuurlijk ook op voor het OLS dit jaar. En dat zal er ook nog in de optocht gaan tegenkomen. Ja, zeer zeker. Ik heb mij laten vertellen dat gisteren in de optocht van Merkelbeek al heel duidelijk naar voren is gekomen. Natuurlijk een fantastisch feest in ons Limburgse. En het is natuurlijk schoon als ze dat als dorpszijnde kunnen organiseren. Het OLS 2017 in Merkelbeek. En achter de wagen van de Merkelbeek, daar komen de Bronsheim Musketiergarde. Onder leiding van Ron Lupski. En voor de tweede keer gunt ze met in de Bronsheimse Vastelovendsoptocht. En aansluitend komt de basisschool de trampoline. Die kinderen van natuurlijk van Zamstig in de kinderoptocht. En die gaan rock'n'rollen.
basisschool Trampolin, alaaf! Ja, beste Bert, en na de trampolin, dan komen de cowboys en cowgirls. Dit zijn vrijwilligers van de Stichting Ponyopvang en ze gaan voor de eerste keer met hier in de Broensense optocht. Ja, en die heten we natuurlijk ontzettend welkom bij ons. En hopelijk blijft het niet bij deze ene keer. En natuurlijk een toepasselijk nummer, Laat de zon in die nacht, hè. Zeker voor vandaag, want voor jullie ook net zo goed in de regen kunnen staan. Aansluitend zien we een groep komen. Ja, die kennen we ook van de Kingeroptocht van afgelopen zaterdag. Veel wagen de gok noemen ze zich het zien de vrung van de Langeberg. De dames maakten de kostuums. En de heren hebben de wagen gebouwd. Voor het eerst in de grote optocht van Brunsum. En zie je als motto dit jaar, vier wagen de gok. Ja, dat is een hele spontane groep wat hier voorbij trekt. Die hebben er echt zin in. Hallo! Ja, Maries, het was even wachten op de allereerste Einzelganger van deze optocht. Hè? We hebben nog niet echt voorbij zien trekken. Maar dat Kumper, dat is Huub Raamekers. Maar die zorgt ook gelijk dat er een gat ontsteed, is dat? Dan ga je natuurlijk overal zijn trucjes uitholen. Ja, voor degene wat Huub kennen, dan noemt ze hem alle tijdperken. Want dan wilde hij als Einzelganger wilde toch weer ook zijn motto en de lui langs de kant bekend maken. Maar ja, ik heb langzaam een op weg. Ja, hij is bezig om lui te zoeken voor zijn zaterharmonie. Maar volgens mij is er langs de lijn al overal sollicitatiegesprekken aan het houden. Daarom zal het waarschijnlijk zo lang duren. Ja, daarachteraan weer een grote wagen en dat is dan een van de vastelovensverenigingen van Broensum, hoe ik zelf dan ook al jarenlang lid van ben. Carnavalsvereniging de Streupers met hun prinsengarde, die hier langs trekken. En bovenop natuurlijk de beide gardecommandanten van ons dames en ons herengarde. En onze herencommandant Rob Bindels, die heeft dit jaar zo weer de kulle heester papnaas opgezet. Struipelt alles! Ja, Maurice, en daarachter, misschien wel heel typerend. Hier komen er drie in een regenpak. Ja, misschien kan Soet het beste uitleggen. Ja,
Dus is het goed, Bert, typerend, ook typerend dat ze achter de streupers aanlopen. Het is namelijk het stadsprinsenpaar van afgelopen jaar. Gerard en Peggy, met natuurlijk dochter Mitte, die destijds is metgegangen als adjudante. En ze hebben hun plekje weer in de vaste lovensoptocht van Broedsem gevangen. En weer of geen weer, ze trekken dit jaar met. Ja, vorig jaar, wie ze stadsprinsenpaar waren. Toen trok de optocht niet op maandag, toen hebben we maar een kroegentocht gehouden. Vanwege de storm, ze hebben toen hun optocht gekregen met half vaste. En geweldig wie ze daar nu op inspringen. Ze stonden ook zo op de Blauwe Schuit afgelopen vrijdag. Heel mooi bedacht. En dan wordt er weer even plaatsgemaakt. En dan komt de scoutingband aan, Maurice. En dan kunnen die mooi in ene keer hier langs het defilé gaan trekken. Misschien nog met een show, dat weet ik niet. Live voor Rumpen is er hier terug. Scoutingband Sint Vincentius. Ze bellen de volgende Eindsterganger hier, een beetje ingespeeld op de actualiteit van de afgelopen weken natuurlijk. Hoe is dat deurwaarder? Zo'n nummer, hè. En daarachter komt Umme Angers met hun thema Robin in the Wood. Ze gaan al voor de vele keer met in de optocht en wonen in 2015 nog derde prijs bij de middengroep. Ingrid en Ingrid die hebben de pekjes gemaakt, zo wie het hier vermeld stuit. En zo trekt dat ganse Broensum hier toch heel mooi door de stad. Onder een heerlijk zonnetje, wij houden dat van tevoren gedacht. Geweldig om dat zo te zien. En de volgende groep moeten we misschien, ja, moeten we eens gewoon inzoomen met de camera. Want die noemen zich Variant en Kant. Maar als Erwin goed inzoomt naar die pakken, dan zien ze wel wat de bedoeling van dat Kant is. Hallo! Hallo! Zo zussen, als er nog restjes of stoffenhubs liggen, gooi dat nooit weg. In de optocht kan er altijd nog het moois van gemaakt weer. Ja, maar eens Max Verstappen. Dat is natuurlijk een groot item geworden het afgelopen jaar. Ze hebben hem gevangen door nieuwe Max, nu talent in Broensum. De Broensumse prieën beelden dit uit. En die gaan altijd naar het prieën trekken in Silvent. En de zoon zelf heeft de skelter gemaakt. Ja, en hierachter ook mevrouw De Wit loopt met. Ja, die gaat altijd met in de optocht, Sandra Schijns. Hij heeft al meerdere
prijzen gehaald. Meerdere eerste prijzen ook gehaald in de optocht. En ze had zelfs een keer wie van nog thema's heen, motto's voor de optocht. Het zie je het optocht, het motto-optocht gewonnen. Hadden ze een heel mooi beeldje gekregen. En dit jaar gaan ze het wit. Ja, beste Bert, dat maakt ze allemaal niet mee wat hier gebeurt, maar ze zitten er burgemeester in de renwagen, dus ze hebben de nieuwe Max hebben ze gevonden. En zo snel wie onze burgervader is. Het is maar goed dat Luc deed wat vroeger over een brokkenpiloot. En nu heuvel Luc Wienans. Goed, dan hebben we even een klein momentje. En dat we de voorzitter van de carnavalsschool Broensum kunnen interviewen. Beste Leo Hermans, dames en heren. Leo, de gonde geruchten de afgelopen dagen dat Stichtje stoppen als voorzitter van de carnavalsschool. Ligt dat eens even uit? Wie zit dat nu in elkaar? Ja, we zitten nu in elkaar. Dat is echt zo. Dus... Na 11 jaar voorzitterschap geef ik het scepter over aan de nieuwe voorzitter. Dus ik heb ook gehoord dat ze hier in de optocht ook een hebben, die is ook al aan het zoeken. Dus misschien vingen we een. En maar ik ben er wel van overtuigd dat de volgende voorzitter gewoon op dezelfde voet varen gaat. En misschien nog wat beter leert. Ja, we willen dich natuurlijk wel al bedanken voor de afgelopen 11 jaar dat werk wat ze hebben gedaan. En, maar als ik het goed begreep is, die sollicitatieprocedure die is nog immer lopende. Dus... Dan zal Noorden van Loren toch een nieuwe vuur moeten komen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich afschiet geen nummer van de carnavalsschool, of wel? Ik denk dat ik in de achtergrond best wel nog wel bezig zal zien. Ze zullen mijn machine nog wat volgen. Dus we weten. Nou, in ieder geval, dankjewel. En heel veel succes en veel spas. Goed, we gaan weer kijken naar de optocht. Bert en de kieken geven ze naar dicht. Ja, want kijk maar eens wat hier komt. Traditioneel een van de hoogtepunten van de Broensumse vastelavond. Hier zien de pentemannen! Dit jaar hebben ze het thema Leuker in de optocht. Veel brengen shot in de Broensumse vastelavond. Laten we hier even goed van gaan genieten. Zie wonnen met hun groep al diverse ballen de eerste prijs. En de pakjes die zijn gemaakt door het Anneke Wagemans. En dames en heren, kijk eens even, het ziet er weer fantastisch uit. Wat zie je hier weer neer hebben gezet? De pintermannen. Ja, Maries, dan komt hier weer een klein fragment. Ze hebben maskers op, maar voor haar kennen ze wel natuurlijk. Die noemen de mam op sleeptouw, dat zien de meisjes van Brzezinski. Kom Brenda, dat gewoon.
Ja, Bert, en dan de volgende, de grote groep, nummer 21. Hoe het er straks al over heen. Oesters zusterdorp hier, het Merkebeekse. En zie je gewoon zich opmaken, komend jaar, voor het OLS 2017. En als je goed kijkt, dan zal je zien tot ze dat beeldje dan waarschijnlijk ook wel met zich dragen. Volgens mij kunnen ze het OLS al repeteren, Maurice. Ik denk dat die nog op zoek zijn naar een evenemententrein en dat ze een broedse willen gaan houden. Dan zien ze op dit plein grote hier, ja, op de Vieveren, ja, dat kunnen ook nog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is een stukje oude exercitie wat ze nu aan het laten zien zijn. Vooruit, mas, links, 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 2, 3, 4, links. Ja, dames en heren, geef ze een daverend applaus hier. De toekomst van de chatterie van Merkelbeek. En de exercitie wordt natuurlijk gegeven door het bijltje zelf, de num. Heel mooi nagemaakt. Rechts op keer. Halt. Zet af! Geweer! Knielen! Hey! 1, 2, 3, 4! Hoesa! Hoesa! Hoesa, sasa! Hallo! Opstand! Aan dat schouder! Geweer! In rug! Hals! Maurice, nu weet ik voor wat die optochten bij die shuttersfeest altijd zo lang duren. En dan gaan ze weer geven een hartelijk applaus. De shutterie van Merkelbeek. Shutterie Sint-Johannes en Sint-Clemens uit het Merkelbeekse. De organisatie van het OLS 2017. Afgelopen zondag, Maurice, zag ik bij het Seemgilde. Die waren bij de boetezitting in Venlo, in de Zoepkoel. Dus ze zien echt vanuit Merkelbeek hele erge reclame aan het maken om dat OLS goed op te pakken en om dat overal bekend te maken tot dit jaar het hoogtepunt van de shutterijfeesten tot dat naar Merkelbeek komt. Heel goed wie ze dat doen. Ook niet onbelangrijk natuurlijk, Bert, met zo'n fantastisch festijn. En dan komt een klein fragment. En zie hebben als motto de Broensense media gans uit het verband getrokken. Gans ingewikkeld. Het zijn Ron en Michel. En geen onbekende natuurlijk in de Broensense vastelovend. Ja, maar is een aansluitend. Ja. Ja, voor de laatste keer heb ik begrepen. Ja, ja, met pijn in het hart. Dat ze de laatste keer met in de vastelovensoptocht van Broensum, 22 jaar, hebben ze metgedaan, diverse malen de prijzen gewonnen. En nemen ze minder dan de vriendengroep van de speeltuin Haansberg. Maar ik moet zeggen, ze hebben zich dan niet voor de laatste keer even van afgemaakt, van ach, voorlopig nog een keer met.
Want wie ze uitzien, dat ziet toch geweldig uit, Maurice. Heel mooi. Ja, en ik heb dat ook van dichtbij mogen metmaken, Bert. Als een zus, wie veel oeren die in de peksjes en in de mutsje gestoken hebben. Gewoon waanzinnig. En dat werd allemaal in het speeltuintje, werd dat allemaal in elkaar gezet. Jeke joh, weer een hoop werk. En de afgelopen 22 jaar wel met heel veel spas en plezier. Maar dat stralen ze ook goed, dat kan ze zien. Alaaf! En daar achter hem CV de Kuukskes. Die lopen voor de derde keer met. En dit jaar in het thema in zwart en wit lopen verder op toch met. En van de Kuukskes, Maurice, gunt van als CV de Sanseveria's. En zie je dit jaar als motto: vier zint geen potplanten. Ze zijn vriendinnen voor het leven, zo wie je steekt. En ze maken alles zelfs. Dames, het ziet er weer fantastisch uit. Ja, beste Bert, en door achteraan. Ik denk, voor dit geen onbekende. Nee, absoluut zeker niet. En de sfeer bovenop de wagen, dat ziet er al geweldig uit. Hier komt de tweede vereniging van de carnavalsraad Broensum. Met bovenop de wagen, prinses Ivana de Eerste, Kumpie Verug, CW de Klotske. Niemand gaat vandaag geen wielrennen. Daar bovenop met een rood-groen shirtje, minicompaan van het Broensumsleedje, daar regelt de muziek op de wagen. Geven de klaskop aan vier presenteren, bovenop de wagen, onze prinses Ivana Grieste. Ja, beste Bert, en daar achteraan komt een groepje en geliek dat ze hubben. Een motto wat al een aantal jaren in de carnavalsraad heerst en wat ze nog eens een keer willen onderstrepen. En ik vind het fantastisch dat ze het vandaag hier neer hebben gezet. Vastelovend, dat vierste samen. Ja, en als je goed kijkt, dan ziet je tot alle vier de verenigingen van de carnavalsraad Broensum hier metlopen en nog uitgebeeld werden. Edelwijs, Brikkebekkers, Streupers en de Klotskop met daarvoor Roger Peters met het vaandel. En dan komen hier de Koukleumers. Die komen uit Landgraaf. Lopen voor de eerste keer met hier in Broensum. En ze hebben alles zelf gemaakt. En als ik het goed begrepen heb, dan lopen ze vandaag hier met hem tot ze in Landgraaf, ja, terwijl ze niet geloven, uitgeloot zien voor de optocht. Er is blijkbaar een loterie of ze met mag doen. Ja, dat klopt. Dat hebben we ook laten vertellen, Bert. Ja, en daar achteraan natuurlijk, onze trotse kapel in het Broensense. Het klinkt niet. De club die met hoogvasten natuurlijk altijd een schitterend harmoniekenstreffen organiseert in zaal Funtjobbe. En natuurlijk vandaag weer de van de partij hier in de Broensumse Vastelovensoptocht. Ja, dank
Ja, en nu komt er toch een hele speciale groep, Maurice. Achter het klinkt niet, daar komen de pimpelmeesjes. Die lopen al jaren met, maar vandaag toch een beetje speciaal. Want één van hun, Isolde Hoebe, die is uitgeroepen tot vrouw in Gregoria afgelopen donderdag. Toen is hij voor opgegangen in de vrouw Lutrek onder het motto... De ganse vrouw Lutrek staat op zijn kop, want een pimpelmees loopt als vrouw in Gregoria voorop. En zo lopen ze nu ook met in de Broensumse Vastelavondsoptocht. Ja, beste Bernard, ik wil ook meteen even vragen wat de ervaring is. Beste Isolde, wat is nu de ervaring als vrouw in Gregoria hier in de Broensumse? Geweldig, dat is gewoon spas en plezier samen met de vrouw nu door Broensum. Is uniek om mee te maken, echt uniek. Ja. Hartstikke chic dat je er vandaag bij zit. Veel spas en plezier. En dames en heren, hier op het Lindenplein, daar komt ze dan. Samen met de pimpelmeesjes, vrouwen Gregoria, Isolde. Ja, Maurice, en daarachter een wereldberoemde Einzelganger. Bij iedereen bekend, chef Derks. Als ik het goed heb, was hij de laatste speler wat een profcontract heeft getekend. Bij Limburgia, voor tot ze weggingen uit het profvoetbal. Volgens mij is er alleen met schrijven één letter vergeten. Ze hebben hem de L geklant. We maken ons weer op voor de volgende grote wagen. Bij ons in de bus scheidt het los. Vastelavondsgroep, de trekpadden. En zie dan voor de eerste bal met hier in de Broensumse Vastelavondsoptocht. In de carnaval gelopen. Maar ja, dan kent ze toch nog met een optocht, maar eens. Ja, dat is ze wel. En aansluiten komt weer een heel mooi uitgedoste groep. Dat zijn de vrienden van de landgraaf, maar die komen niet in het landgraaf, want we hebben het natuurlijk over de scouting, de landgraaf. Die komen van nu langs ons, die komen nu langs ons trekken, sorry. Ja, die hebben nu als motto met vastelovend bouwen vier een feestje. En dat is natuurlijk met die Lego steentjes, Bert, is dat heel goed te doen. Dan kun je zijn eigen feestje met bouwen. Zeker weten, aan een van hun deelnemers, Pascal Albert, stel op vandaag voor de 11e keer mee. Alleen kan ze onder de maskers niet zien waar hij is natuurlijk. Ik
genieten zonder weer. Maar deze niet gebeurt niet meer. Of is er niet de beste? Brengt je licht ons meer? Die hecht je deel van stemming en we maken wel plezier. Pakken we allemaal samen of in meer van dit geluk. Genieten is zonder weer. Daarachter de chique Mick van Broensum. En toch een echte vriendenclub die al voor de vijfde keer met gewoon. Familie Franke zijn zich daartussen lopen. Lars en Nathalie. Tenminste, zo noemen ze zich. Onder het motto Parade Broensum gemis. Te druk met grote wesjes, kleine wesjes. Ja, maar is afgelopen jaar was natuurlijk het jaar van de verraden in Broensum. De hand van 2017 niet. Maar ik heb wel uit heel betrouwbare bron vernomen. We hebben dit jaar wel weer een Vijverparkfestival. Dat is vorig jaar helaas niet doorgegangen. Maar dit jaar zou dat wel weer met hemelvaart hier in het Vijverpark gaan plaatsvinden. Dat zijn de Kerkstrandnarren. En zie hebben we in het midden door prins Ten, door Ierste, de stoorste prins van de Kerkstrandnarren. Hij heeft volgens mij gans Broensum van een medaille voorzien. Dat bleef maar oordelen. Prins Stam de Nieuwste, hallo! Hallo! Ja, Maries, dan was het in het begin nog een beetje twijfelachtig met het weer. Ik ga me dadelijk de jas doen en de korte broek aantrekken, want het wordt langzaam vuurjaar nu in Broensum. Het wordt gelukkig steeds beter, maar ja, dat maakt de optocht ook alleen maar schoner, beste Bert. En ook de volgende groepie, wat weer ontzettend straalt. Als je stralend weer hebt, stralen de lui ook. Dat zien de kwekkebekjes uit Merkelbeek. Alaaf. Ja, beste Bert, ik moet wel zeggen dat Merkelbeek dit jaar goed vertegenwoordigd is in de vastelovensoptocht van Broensum. Ja, dat ziet er geweldig uit. Het is echt een meerwaarde voor de optocht van Broensum. Van mij mogen ze blijven komen. Ik heb ook begrepen van Gert-Louis die vorig of gisteren. Naar de optocht van Merkelbeek zien geweest. Dat dat een hartstikke leuke
optocht is. Dat ongeveer het ganse dorp van Merkelbeek daar op de een of andere manier wel metlup. Dus daar hebben we volgens mij graag een langs de kant gestangen. Of dan moesten die van Broensum zijn geweest. Ja, dat denk ik toch, hè. Als ze dan paks, ik denk dat ze toch nog eens een keer terug moeten naar Ger Koopmans om die herindeling nog eens opnieuw te bespreken. Want ja, Broensum en Merkelbeek, dat kan gewoon ontzettend goed samen. Jazeker, zonder dat er ook maar enige vorm van herindeling noodzakelijk is bij ons. Dus laten we als carnaval daar als voorbeeld indienen. En Maurice, we gaan ons opmaken voor weer een carnavalsvereniging. Hier komen de Brikkebekkers. En zie hebben we natuurlijk bovenop een wagen staan, hun hooglistigheid, Prins Jeroen de Eerste. Hier vliegen ons de beren om de oren. Ook de Brikkebekkers, Rinsen, het gemeentebestuur en de zorg van de lagen. Ja, Bert, ik denk dat er iemand gaat wel komen vertellen hier, of niet? Ja, vertel. Ik denk het ook. Kiki, dat is de Captain Gigolo's vuurstekkie plantage. Zo heb ze nog nooit gezien. Kom, Kiki, kom, Kiki, kom. Een vuurstekplantage, Maurice. Zou dat legaal zijn? Ja, dat zit wel in een kokbie. Er zit toch ruimte. Dan moet er van mij een beetje ronde gaan betalen, hoor. Dan heb je nog wel een euro's te gaan, ben ik bang. Lekkers hebben ze nog nooit gezien. Echt niet. Heerlijk. We zijn bijna klaar. Veel spas en plezier, de Captain Gigolo's. En dan maken we ons op voor de opshoppers. Met hun thema, vier maken u stapelgek. Ron en Patrick maakten de wagen. Jacqueline en Milijn maakten de kostuums. En ze doen voor de vierde keer met aan de Broensumse optocht. Ja, zo wordt geboet aan de Broensumse optocht. Geweldig. Maurice, we hebben even een gaat. Als we ons denken aan de, ja, dit seizoen. Ik moet zeggen, we hebben in Broensum een fantastisch carnavalseizoen gehad, niet? Ja, als we door op druk kijken, hè, want dat begint eigenlijk al op de 11e van de 11e, beste Bert. Gestart met een schitterende proclamatie. Hier boete op het Lindenplein. Ja. Echt een succes, moet ik zeggen. We natuurlijk ook een fantastisch stadsprinsenpaar hoe die is gekomen. Neem eens minder als Ado en Wendy. Ja. En als ze die illusies geneten, het ganse seizoen, wat ze tot nu toe hebben gedaan, kan ik niks anders zeggen als ja, voortreffelijk. En dat geldt natuurlijk hetzelfde ook voor de stad Jeukprins, de Tijmen. Als je ziet wie die spas en plezier maken, en dat maakt dan vandaag met zo'n schitterend weer tijdens de optocht hier in Broensum weer natuurlijk een hele hoop goot. Ja, dat gunt ze natuurlijk het stadsprinsenpaar, tot ze goot weer hebben in de optocht, maar eigenlijk jeker rennen, want er zit zoveel stonden werk in om dit allemaal te maken. En als het dan niet regenproef bleek te zien, ja, dan ga je het toch niet. En dit maakt het allemaal veel mooier. ...2020, I am better. Ja,
Hij is dat knap als ze op die schoentjes de ganse optocht moest lopen. Ja, beste Bert, en de volgende groep wat hier het Lindenplein opkomt is Chittery Sint Paaf. Dat is de groep van Marcel, Diederen en co. Met onder andere Richard en Sandra Stolarski. Ja. Stadsprinsenpaar van, had ik het gehoord, op 2 jaar geleden? Klopt ja, dat? Bij de Brekenbekkers, dat klopt. 3 jaar geleden al. Alaaf! En de dag te veel tot verdrug kost te houden hier in Bronsum. Ja, Maries, we houden het net over dat prachtige carnavalseizoen. Daar hebben we natuurlijk ook het jubileum van Carnaval Radio in. Die hebben een geweldige avond hier neven ons in de Brikken overgehouden. Met allerlei topartiesten. Vond ik ook een van de hoogtepunten van dit jaar. Absoluut. En dan terugkijken op gisteren. Niet te vergeten, het Koning Carnaval hier op het Lindenplein. 2000 man heb ik me laten vertellen hier op het Lindenplein. En dat is natuurlijk ook fantastisch voor die organisatie. En natuurlijk dat ze er ook alles aan doen om volgend jaar weer goed voor de dag te komen. Hier op Carnaval Zondag op het Lindenplein. Ook goed voor de dag komt natuurlijk altijd drumfanfare, majorettenpeloton, Parsifal. En gisteren word ik aangesproken door Emus. Die zei, deze toe weer de presentatie van de optocht. Dan geef toch eens aan tot Parsifal. Dat is eigenlijk de enige muziekkorps dat altijd met hun eigen kleding in de optocht trekt. En inderdaad. Ja, dames en heren, geef ze een daverend applaus hier op het Lindenplein. Drumfanfare en majorette, korps Parsifal, onder leiding van hun tambourmeester, de René Engelen. Dit jaar ook nu in de Broedse optocht dat de korpsen kregen namelijk door de burgemeester een herinneringsvaantje van de optocht uitgereikt hier aan het defilé. Voor de eerste keer nu, maar dat moet best genoemd worden, want het is natuurlijk niet onbelangrijk dat er korpsen metlopen hier in de Vastelovens optocht van Broedse. Jazeker, die geven dat toch kleur aan, muzikale kleur. Maar Maurice, misschien ook duidelijk om te zeggen, alleen de muziekkorpsen die kregen die vaantjes. Elke deelnemer kreeg ook een vaantje, maar die kreeg dat pas bij de prijsuitreiking straks in de Rumpenerhal. Dat wordt van tevoren niet meer bekendgemaakt. We hebben preset, iedereen moet er naartoe en dan zien ze het daar vanzelf. Ja, beste Bert, en we moeten een beetje vaart gaan maken, want ik heb me gesloten vertellen dat rond de klok van 4:30 dan zullen we het gewoon beginnen met regenen. Dus we hopen dat we verder tijd nog alles druk binnenkrijgen hier. En ja, laten we hopen dat dat gaat lukken. Dat zou wat schoon zijn.
Ja, en ik neem dan moeten ze natuurlijk een beetje gaan doorlopen misschien. Maar het is 3:30 op de klok van het gemeentehuis. Dus verandert nog een stond. En verandert ongeveer nou 2/3 van de Brunsumse optocht gehad. Dus eigenlijk zou dat goed moeten komen. Als ik het, Dat moet lukken. En hier komt een groep. Ja. Van de Leeuwenvrung natuurlijk. Veel dragen Oosteentje bij aan de Brunsumse vastelovend. Met Roy hier voorop. Alaaf. Alaaf. Jarenlang metgetrokken met een grote wagen. Maar de laatste tijd komen ze op deze manier. En dat bevalt nog heel erg goed. Dankjewel Ricardo. Hallo. Hallo. En er is weer even een gat. Maurice, even aan dich vragen. Er is een nieuwe carnavalsloods gekomen. En nu was ik van de zomer aan het fietsen. En dus enig tot er zo'n viaduct gemaakt is. Waren er nog problemen met de carnavalswagens vanochtend om dat viaduct door te komen? Ja, inderdaad, er waren problemen. Want er waren verschillende wagens die toch te hoog waren om dat viaduct door te komen. Dus die zijn uverschilvend. Zijn ze moeten trekken en dan zijn, wouden we vanmorgen wel laten vertellen, toch een twee wagens zijn beschadigd geworden door de drempels wat ze door hebben moeten nemen. Dus we kunnen alleen maar zeggen, die van Shilvind, die hebben gewoon veel te hoge drempels neergelegd. Dus als we naar toeskijk, beste kijkers van Shilvind, wilt je die drempels alsjeblieft gaan leger maken, dan kun je gewoon nog een stukje metgeneten van de Vastelovens optocht van Brunsum. En dan zou het je ons een groot plezier mee doen. Dankjewel. Ja, en dan kom hier, ja. In ieder geval wat ik hier zie, dat is de stadsprins van 2007, Maurice Grissen. Eén met veren op de muts, nog gebeurd. Ja. Maar Maurice, zijn ik hier nu ook de nieuwe voorzitter van de carnavalsraad Brunsum? Die loopt er misschien wel achter. Dus dich niet? Ik niet. En heb ze onderweg nog lui gevonden die ze hebben opgegeven? Ik heb nog niemand meer gevonden. Maar bij deze wil ik me graag zelf opgeven. Ja, die komt zo meteen langs het defilé, ja. Ik denk dat maar ze laat daar... Maar laat ik maar eens, daar zit er Leo Hermans en de penningmeester daar zit. Nee, wat heb ik zo zeggen, geef die op. Ja, Leo bedankt, natuurlijk. Namens Gans Brunsum kunnen we dat wel zeggen, Leo bedankt. En gang te inschrijven, Maurice. De hamer heeft er al bezig. Met de kleinkinger op de rug, zeker vieren het pretpark en het geluk. De Brunsum Wonder World, zo noemen ze zich. Ja, rechtdoor, kunnen ze dat vertellen. Ja. Ja. Neem maar gas. Zo, met deze is het afgelopen. Oké. Ja, beste Bert, en dan kijken we naar de volgende groep die hier aankomen. En ik denk dat Sticht daar wel alles van weet, of niet? Ja, als samen met Manfred, organisator van het Brunsums Leedje, zien we natuurlijk heel stols dat hier in de optocht de winnaar van het Brunsums Leedje 2016-2017 metgeeft. Dat is de groep Veer Plezier. Die hebben 4 november afgelopen jaar ons Leedjesconcours gewonnen met het nummer Vastelovenswoord.
En die hebben dan al zo ontzettend veel optredens gegeven. Ik wil even kijken of Guido, een van de steunende krachten, hier naar me toe wil komen. Als er nog stem heeft, want die hebben heel veel gezongen dit jaar. Dat komt er al aan. Nog eventjes, hè. Nog even. Guido, moest je nog zingen vandaag? Ja, we gaan de Noorderoptocht in de Rumpender Beemden. Dat doen we nog als laatste optreden van dit jaar. We sluiten voor natuurlijk in het stijl af. Helaas, maar aan alles kunnen we einde. Ja, als je niet weet wat dat is gewoon waar de prijsuitreiking van de optocht straks zal zien. Dan kunnen ze ook optreden. Guido, nou het Broensums Liedje, wat kan ze nog aangeven als het hoogtepunt? Nou, het waren een achtbaan waar we in hebben gezeten. Het is echt ongelooflijk wat we allemaal mee hebben mogen maken. U vooral opgetreden binnen Broensum, buiten Broensum. Dan kennen we alleen maar een dankjewel zeggen. En zeker ook een dankjewel naar de organisatie van het Broensums Liedje. Want die hebben ons wel nog dik en dun gesteund. En ik denk dat dat ook eens keer mocht gezag werden. Dankjewel, dat kunnen we gelijk goed aan natuurlijk. Hè. Nog veel plezier in de optocht. Het is een beetje aan het betrekken, maar je komt terug binnen, denk ik. Ja, beste Bert, we zitten bijna op 75% van de optocht. Dus als we dan even goed rekenen, zou dat goed moeten komen met het weer. Dat we nog net drie goten hier op het Lindeplein. Zou natuurlijk chic zijn, natuurlijk ook voor de stadsprins Addo en stadsprinses Wendy. Dat zie je ook nog dat stukje terug mogen metmaken hier. Zeker weten. En Maurice, ja, deze familie, die kent zich natuurlijk, hè? Ja, zeker. Geen onbekende. Die begon ook al een aantal jaren met, hè. Tante Ellie, weer op, met de rollator. En de dochters natuurlijk en vriendinnen, die komt net. Kijk eens zo, Granny Pop. Heel veel spas en plezier, zitten we kleurig goed. Onder het motto, dit jaar maken vier van de optocht een echte poptocht. De Tante Joedelaars. Ja, en hier komen de hippe jarigen. Dit is op zoek naar een date, dat is tegenwoordig. Kent ze dat via internet en zo gaat al doen. Ik weet niet of je hem herkent. Ik heb ook geen tablet. Heb je die video's ook nog gezien? Mag ze wel even bladeren? Blader maar even. Die eigen gezichtsboek? Ja, mag ze even kijken. Maar dat moest niet te ver. Moest niet te ver bladeren. Dat zijn een pikante foto's. Hè. Ja. Moet ze even kijken. Oh! Die hebt ze al, deze. Ik ben nog op zoek. Ja, dames en heren, hij treedt natuurlijk in de voetsporen van zijn pap. Die hebben we van net voorbij zien komen, Jeff Derks. Dit is zijn zoon, Gian Derks. Ja, maar toen straks kregen vooral bananen nog eens toegeworpen. Maar hier komt het echte bananenparty. Ja. De bananenparty van Broensum. Dankjewel. Kijk eens zo, wat weer weer verwend, Bert. Al 10 keer doet ze met hier aan de optocht, de bananenpartij van Broensum. Ja, er is weer een gat. De
Carnavalsraad probeert er alles aan te doen om dat zoveel mogelijk te beperken. Maar dat lukt niet altijd. Maar dat is ook aan de naam, toch? Voor degenen die nog morgen vastelavond willen vieren, dan kan ik uitnodigen bij de Klotskup, bij cafézaal Fun Shobbe. Dan is morgen traditioneel de boerenbroelof. Om 7 uur, dan komen die aan bij Funs. Dan maken ze bekend wij tot het nieuwe boerenbroedspaar is. En om 8 uur, zo heb ik me laten vertellen, ik weet niet precies of de tegen kloppen, maar ik dacht om 8 uur, dan vindt de huwelijksvoltrekking plaats. En dan komt er nou een gigantisch leuke boerenbroelof. Dus heb je zin om daarin te gaan. Het leeft natuurlijk verkleed als boer of boerin. En dan heb je nog een hele mooie laatste avond van de vastelavond 2017. Langzaam komt er alweer gedaan. Is een wagen, Maurice, die hebben voor met zijn rijden in de kinderoptocht. Maar nu schrijven ze zich in als carnavalsgroep de Picobello's. Onder het thema Alice in Wonderland. En gisteren ook gezien in de optocht van Heerlen. Hallo! Hallo! Ja, en achter de Picobello's, daar komt de nachtburgemeester van Brunsum, Victor Hendricks. En wij kenden hem niet. Wij kenden hem niet. Hij ging zich inschrijven bij de carnavalsraad onder het motto: ik ga nog eens verrassen, dit jaar loop ik met als Einzelganger. Maar ja, hij weet zelf niet eens meer wie vaak dat al gedaan heeft. Victor, zonder dich, geen Brunsumse optocht, jong, dat weten we. Weer Bart, dit was er van dinsdag. Goed weer. Dat is de Europa. En dan komen de Brunsumse superhelden. Scheten, drugs en bendes zien hier de laatste termen. Maar veel zullen Brunsum altijd beschermen. Ze zijn natuurlijk voortgekomen uit de voetbalvereniging De Leeuw. En dan komen we aansluitend de spasmutsen. Onder het thema veel leggen Brunsum op de gevoelige plaat, kunt u voor de 8e keer met in de optocht. Ja, heel mooi gemaakt.
Ja, beste bellen, daar achteraan. We zien als thema waterwereld. Dat is niet eens minder dan pratsgek. Ze doen ook al een aantal jaren met de 12e keer in de optocht van Brunsum. En ze behalen ook de diverse malen de eerste, tweede en derde plaatsje. Ja, ik moet zeggen, pratsgek altijd een van de hoogtepunten van de Brunsumse optocht. Volgens mij vorig jaar met de halve vaste tocht. Toen moesten ze in Bels lopen, dus daar waren ze niet te bieden. Ja, dat klopt. Gelukkig dit jaar wel. En met Pratsgek is het geweld van de finale van de optocht begonnen. Want kijk maar eens wat hij achteraan komt. Ja, dat is niet minder dan Studio Hellebrand. En zie je bij ons thema dit jaar, Oktoberfest. En je moet eigenlijk maar eens kijken. Er komen echte vlammen uit de wagen, beste Bert. Er zit een live DJ bovenop. En er wordt natuurlijk gedanst en gesprongen door die jongens en meisjes van Studio Hellebrand. En bovenop de wagen zien we ook nog Angelo Smeets als een hele mooie Dieter Koblenz lookalike. Ja, dames en heren, lief carnavalisten hier op het Lindenplein. Begonnen ze natuurlijk opmaken voor het einde van de optocht. En dat is niemand minder dan carnavalsvereniging Edelweiss met zijn hooglustigheid, stadsprins Anno de Eerste en natuurlijk zijn stolste stadsprinses Wendy de Eerste. Ja, als je kijkt wat er aankomt met een hele hoge wagen waar ze bovenuit torenen. Geweldig om die vereniging zo te zien. En ik zie daarvoor ook een heel klein meidje. Dat is Georgia.
Die heeft op een fantastische manier als dansmarietje opgetrooien dit seizoen. Geweldig wie ze daar zo met z'n allen boven op de wagen staan. CW Edelweiss! En Ado en Wendy, die wisten al 4 jaar tot ze dit jaar stadsprincipaal zouden worden. En dat betekent dat ze bij hun zaak La Plaza 4 jaar lang ander stadsprinsen voorbij hebben zien trekken. En altijd hebben moeten denken aan dit moment, 2017, dat wordt ons jaar. Nou, hier is hun jaar. Geweldig om ze langs te zien komen. Stadsprins Ado de eerste en stadsprinses Wendy de eerste. En laat we dan ook samen uitroepen hier op het Lindenplein. En driemaal kraftig voor Ado de eerste. Hallo! Wendy de eerste. Hallo! CW Edelweiss. Hallo! Ja, lief, lief, we gaan een beetje aan de kant, want hier komt de wagen van hun aan. Ja, beste kijkers toes en natuurlijk ook jullie hier op het Lindenplein. Dat horen dan weer, de vaste lovers op toch 2017. En Bert, laat eens eerlijk zijn, het wordt toch fantastisch, of niet? Ik vond het geweldig. Ik weet niet wie het Gerrit Heem ervaren heb, maar hier waren een fantastische sfeer, fantastische wagens, schitterende groepen, hele leuke Einzelgangers. Ik weet één ding zeker, de jury, die gaat het heel erg lastig krijgen om die prijzen uit te delen. Ik vond het schitterend. Vanaf deze plaats namens Bert Heuts en Maurice Velraats. Dankjewel en ik wens je nog een fijne carnavalsmaandag. Alaaf! Alaaf! De uitzending van de optocht in Brunsum wordt mede mogelijk gemaakt door de Carnavalsraad Brunsum, Drese Dakbedekkingsbedrijf en de gemeente Brunsum.